Hi en welkom bij mijn videootje over SketchUp. SketchUp is een programma waarmee je heel makkelijk kan 3D vormgeven. Het is heel erg laagdrempelig en daardoor leuk. Je kan van alles vormgeven, of het nou een huis is of een autootje. Het maakt eigenlijk niet uit. Je kamer, je droomkamer. Het kan met een aantal hele simpele stappen in het programma. Als je bovenin het scherm kijkt, zie je nu het aanwijsdriehoekje. Het select tooltje geselecteerd. Daarnaast heb je een potloodje. Daarnaast een vierkantje, rondje, enzovoort, enzovoort. Je krijgt op een gegeven moment een emmertje. Daarnaast, en dat is wel belangrijk, het push-pull gereedschapje of het trek-duw gereedschapje. Daar draait het eigenlijk allemaal om. Gaan we ietsje verder. Deze tools, move en ronddraaien, rotate, die zijn er om je object te verplaatsen of rond te draaien. Daarnaast komt weer een belangrijke, niet de offset, maar de orbit tool. Daarmee kun je rond het object draaien met je camera, om zo de kant die je wil bekijken beter te kunnen zien. Het handje, daarmee kan je het hele veld beetpakken en een beetje verplaatsen. En daarnaast zie je het vergrootglas, maar die gebruik ik eigenlijk niet echt. En dat zullen jullie ook niet gebruiken op het moment dat je een scrollmuis hebt. Want een scrollmuis, als je dan scrolt, dan ga je al automatisch in- en uitzoomen op je object. We komen er dadelijk vanzelf langs. Ik zal aangeven wanneer ik een andere selectie maak van een gereedschapje. Dus dan kun je bovenin het scherm kijken welke ik dan precies selecteer. We selecteren nu in eerste instantie eventjes het rechthoekgereedschap. En die zit naast het potloodje. Kijk even bovenin. Klik. Ik klik ergens in het werkveld. En ik sleep. En daarmee maak ik een grondvlak. En op het moment dat ik het grondvlak loslaat, dan is het daar. Dit grondvlak is de basis van een kubus die ik dan met dat trek-duw-gereedschapje in en uit kan trekken. Dus we hebben nu een platte 2D vorm, plat op de grond, vierkant, rechthoekig eigenlijk. Ik ga naast het emmertje selecteer ik het duw-trek-gereedschap. Kijk even bovenin. Klik. Ik ga daar over dat vlak heen en op dat moment gaat hij dat selecteren eigenlijk. Ik heb nog niet geklikt, maar hij geeft alleen maar aan van je zit nu boven dat grondvlak. Ik klik, ik hou vast. En ik trek zo het vlak uit. Ik pak even het handje om opnieuw te positioneren. Je ziet dat ik nu eigenlijk heel simpel, naast het handje aan de linkerkant zit het orbit tool, die selecteer ik nu. Ik heb heel simpel, heb ik eigenlijk met een grondvlak, een 2D grondvlak, heb ik een 3D object gemaakt. Dit is eigenlijk de basis van het hele vormgeven in SketchUp. Let maar eens op, als ik een raampje ga maken, je ziet nu eigenlijk een doosje. Het lijkt in de verste verte nog niet op een huis. Maar stel nou dat ik hier een raam in zou maken, dan zou je daar al wat meer dat gevoel bij krijgen. Ik heb nu weer het rechthoek gereedschap geselecteerd. Ik teken een rechthoek. En ik teken er nog eentje in. Je ziet, het gaat eigenlijk allemaal vrij intuïtief. Oftewel, zoals je verwacht dat het zou moeten gaan, zo gaat het ook. Het gaat ook allemaal recht. Dat snapt het programma allemaal zelf. Ik kies weer een bepaalde hoek. Dat is natuurlijk ook weer belangrijk voor het programma om te snappen wat je wil. Ik selecteer weer dat trek-duw-gereedschap. Je ziet, als ik nu over dit vlak heen ga, dan wordt het geselecteerd. Ik heb hier een vlak wat ik kan selecteren en hier weer. Op het moment dat ik dit gedeelte nu een beetje uittrek, zo, dan krijg ik dus al een beetje een raamkozijn. Op het moment dat ik dat nou, deselecteer het weer eventje, of doe het weer even opnieuw. Op het moment dat ik er nou rechtop ga kijken, en ik zou dat willen doen, dan snapt het programma heel lastig wat ik nou wil doen. Want ga ik nou naar voren of ga ik nou naar achter? Je ziet dat het heel lastig wordt. Dan heb ik al wat meer ervaring, dus lukt het op zich wel, maar soms dan mislukt het gewoon. En dan moet je gewoon even een andere hoek selecteren, andere hoek nemen met je camera, zodat het programma wat beter begrijpt. Op het moment dat je nou zegt van ik heb een stap genomen die klopt echt voor een meter, heb je altijd het appeltje zet of ctrl z dingetje in een programma waarmee je stapjes terug kan. Dus ik doe nu in mijn geval appeltje z, want dit is een OS X computer. Jullie hebben Windows, dus dan druk je op ctrl z en dan ga je stapjes terug, zie je. Als je dan zegt ik ben er eentje te ver gegaan, dan doe ik dus appeltje shift z of ctrl shift z en dan ga ik weer stapjes vooruit. Zodoende kan je heel makkelijk stapjes vooruit en stapjes achteruit gaan. Op het moment dat je een foutje maakt. Ik doe het middenstukje een klein beetje weg. En we hebben eigenlijk een raam gecreëerd. Een raamkozijn. Dan willen we natuurlijk het raamkozijn, of het raam in het raamkozijn, wel doorzichtig maken.
want dan zie ik het pas echt uit als een raam. Dan gaan we naar het verfemmertje. Tussen het orbit tool wat we nu hebben geselecteerd en het pijltje zie je het verfemmertje. Kijk even bovenin. Die selecteer ik. En je ziet automatisch aan de rechterkant een schermpje tevoorschijn komen. Nu staat er ground cover geselecteerd. We selecteren eventjes dat menuutje. En we gaan naar translucent, licht doorlatend in het Nederlands. En we selecteren een kleur. Nou, dan zie je onderin zie je een ding wat je kan op en neer kan bewegen. Heen en weer kan bewegen. Je ziet het percentage hiernaast veranderen. Hoe hoger het percentage, des te donkerder het glas is. Dus hoe laag het percentage, des te meer licht het doorlaat. Ik ga naar het middenvlak en ik klik daar één keer op. En je ziet dat doordat het half transparant is, je echt het effect krijgt van een raam. Zo simpel is het. Nou, het ziet er nu nog een beetje uit als een bouwgate. Beetje simpel, beetje saai. We gaan er een dak op maken. Nou, we gaan weer terug naar het trekduwgereedschap. Ik ga het bovenkantje van het huisje ietsje hoger maken, want daar hebben we geen rekening mee gehouden. Het raam zat iets te hoog. Ik selecteer tussen het pijlgereedschap en het rechthoekgereedschap, het lijngereedschap, het potloodje. En je ziet, hij schiet echt naar dat randje toe. We gaan hier ergens op het randje gaan we klikken. On edge, zegt hij ook. We gaan naar de overkant. En je ziet dat het lijntje nu een bepaalde kleur heeft. Op het moment dat ik nou een beetje omhoog ga, dan wordt hij zwart. Dat betekent dat als hij dat lijnkleurtje heeft, dat ik dan precies haaks ten opzichte van deze lijn, ga ik precies haaks naar de overkant. Als ik nu klik, dan heeft hij deze lijn is precies haaks tegenover de zijlijn. Dat betekent dat dit punt even hoog is als dit punt vanaf de grond gezien. Als ik nou hier klik, en ik ga hier zo over de bovenzijde naar het midden toe, dan schiet hij ook echt naar het midden toe. Pop, en dan zegt hij ook midpoint. Nou, dat heeft het programma expres gedaan om het zo wat makkelijker te maken om driedimensionaal vorm te geven. Je kan je voorstellen dat als je zo langs de zijkant naar dat vlak kijkt, dat willen we natuurlijk om dan zo makkelijker vorm te kunnen geven. Dan is het extra moeilijk om dan precies het midden te kunnen klikken. Je kan dit ook uitzetten, zou ik je niet willen adviseren, maar door dat automatische snappen zo naar het midden toe, maakt het programma het jou wat makkelijker om driedimensionaal vorm te geven. We pakken het trekduwgereedschapje weer en we duwen die zijkantjes zo weg. En we hebben een huisje. Nou, hoe mooi is dat? Je ziet dat we hebben eigenlijk twee functies van het trekduwgereedschap gebruikt. We hebben een gedeelte hebben eruit getrokken en we hebben een gedeelte weggeduwd. En je kan je voorstellen dat op deze manier eigenlijk alle vormgeving in het programma is bedacht of gemaakt. Hiermee kan je alles maken wat je wil. Jouw fantasie is je enige beperking. We gaan even terug naar het venstertje aan de rechterkant. We kiezen voor hout. Nou, we nemen een stukje notenhout. En dat selecteer ik. Daarmee selecteer ik het raamkozijn een beetje. Oop. En dan gaan we even een bepaalde positie innemen. En zo, dan kunnen we de bovenkant van het raamkozijntje ook doen. Zo. We selecteren nu in het venstertje brick. Oftewel steen. Oh. Ik wil even een steentje selecteren. Deze texturen, er zitten er heel veel van in het programma. Die zorgen ervoor dat jouw object er nog echter uitziet. Zo simpel als dat. Even kijken, dan hebben we nog roofing. Laten we een leuke textuurtje voor het dak gebruiken. Nou, je ziet dat je model er op deze manier natuurlijk heel spectaculair uit gaat zien. Het punt is wel dat op het moment dat je deze textuur al gaat toevoegen van tevoren, het programma heeft daarmee extra moeilijk. Dus je zal merken dat als jouw gebouw wat ingewikkelder wordt en je gaat er meer texturen in stoppen, dat het dan wat langzamer gaat. Je kan onder View, kan je bij Face Style, kan je het Shaded with Textures kan je uitzetten. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen Shaded of Monochroom. En dan zie je dat hij het object weer helemaal, alsof het van plastic is gemaakt, maakt. En dan hoeft het programma wat minder na te denken over de manier waarop die tegeltjes zich op dat object moeten gaan verspreiden. En dat maakt het weer extra zwaar, oftewel het duurt allemaal wat langer.
Laatste tip. Op het moment dat je nou een object aan het maken bent en je bent er tevreden over, ga dan naar File en doe dan Save As, of ja, opslaan als. En kies een locatie waar je je model kan opslaan. Op het moment dat je nou dit model hebt opgeslagen zo, en je zegt van nou, ik ga een dakgoot maken. Maar voor wat? Zo, dakgoot. We trekken het een klein beetje uit zo. Nou, vind ik wel heel erg leuk. Hop. Ja, zo. Nou, je hebt een aantal bewerkingen gemaakt waarvan je zegt van nou, uiteindelijk ben ik hier heel erg tevreden over. Dit zou ik wel opgeslagen willen hebben. Dan druk je alleen maar eventjes op Ctrl-S. Zo, dakgootje. Ja, ik ben hier hartstikke tevreden over. Wat een mooi dakgootje heb ik nu gemaakt. Maar dan hoef je dus nu alleen maar op Ctrl-S of appeltje S te drukken om het bestand op te slaan. En zodoende kan je tussendoor elke keer stapjes opslaan. Want als je nou dat hele model gaat maken het is het einde van het lesuur geworden en je moet snel opslaan, dan duurt het en heel erg lang. Maar je loopt ook het risico dat als het computerprogramma het niet meer trekt, en laten we wel zijn, we hebben niet de meest nieuwe computers hier op school staan. Dus het is natuurlijk heel erg voor de hand liggend dat een keertje dat programma over zijn nek gaat. En dan ben je dus alles wat je hebt gedaan in de tussentijd ben je kwijt. Dus het is gewoon heel erg verstandig om tussendoor appeltje S of Ctrl S te drukken. En zodoende je model te bewaren. Nou, genoeg gepraat. Ik zou zeggen, ga lekker experimenteren. En als je tevreden bent over dit modelletje, of je hebt je lekker geëxperimenteerd en je bent tevreden over de stapjes, je kent de toeltjes goed, dan kijk je naar het volgende filmpje. Nou, succes ermee!